Rukwinden hebben gistermiddag voor flinke schade gezorgd in Para. Aan de verlengde Groenhartweg zijn enkele gezinnen getroffen door het onweer, vertelt districtscommissaris van Para Marlene Joden in een gesprek met onze nieuwsdienst. De burgermoeder is zich vandaag persoonlijk gaan oriënteren in het gebied. De NPCR was gisteravond daar, moet ik zeggen. Zij hebben een textiel aan de mensen gegeven. En daar hebben ze wel een paar mensen hebben wel hulp gehad. Maar ik zie dat er twee gezinnen zijn gaan inwonen met een andere. Dus want die kan niet helemaal niet in zijn huis. Eén van ze, haar huis is helemaal omgekanteld. Ja, helemaal omgekanteld. Dus niet blij daar. Het enige wat nu gedaan moet worden is een, vanuit het commissariaat. Dat ik dan de mensen van CTD vragen om dan hulp daar aan te bieden. Om die mensen dan te kunnen helpen om haar huis weer op te krijgen. Hun slaapgelegenheid is helemaal niet meer goed, moet ik zeggen. Deuren zijn weggewaaid, alles is weggewaaid. En de bedden zijn helemaal nat geworden, matrassen zijn vernield. Dus die mensen hebben wel hulp nodig. Dus ik vraag het gemeenschap van Para om ook hun hulp te bieden. Marlene Joden vertelt dat 9 gezinnen zwaar getroffen zijn door de rukwinden. Het grootste deel van deze mensen heeft meer dan 5 kinderen. En de DC doet dan ook een beroep op de samenleving en de lokale ondernemers van Para om ondersteuning te bieden aan de getroffenen. De nieuwsdienst verneemt dat ook in andere delen van Para rukwinden raasden, maar die geen aanzienlijke schade hebben aangericht.